In Gouda geeft Johanna Peters een les op een middelbare school. Hoe bewust gaan haar leerlingen om met data? Vijftien jaar geleden kon ik elf sms'jes opslaan op mijn telefoon. Maar mijn leerlingen van nu kunnen in no time hun hele leven delen op Instagram, op Snapchat, op Facebook. En al die informatie, als je het eenmaal online hebt gezet, ben je zelf de controle kwijt over waar dat allemaal naartoe gaat. Dat merk ik in de klas al. Ze kunnen van mij een hele gekke foto maken en die pinnen. Twee tellen met de hele klas gedeeld hebben. Daar kan ik best om lachen. Dat maakt mij niet zoveel uit. Maar dat laat wel zien hoe snel het kan gaan met zulke plaatjes. En hoe dat ook op een hele vervelende manier gebruikt kan worden. Als ze onderling problemen hebben. Nou, dat is natuurlijk voor mijn middelbare school doelgroep waar ik mee werk. Best wel eens aan de orde.